Wij zijn lid van een vereniging, Links Plus. We zitten in het bestuur daarvan. En het is de bedoeling dat wij regelmatig onze kop bijeensteken om nieuwe initiatieven in het leven te roepen. Zo zitten wij met 11 bestuursleden en 2 dames daarvan, Rina en ik. Wij kwamen op het gedacht om in Genk een swishing event te organiseren. Swishing is heel populair in Gent, in Antwerpen reeds. Het is overgewaaid vanuit Londen, waar het eigenlijk de bedoeling was om een ruilbeurs te organiseren. Dus vriendinnen die onder elkaar de kleren die ze niet aandeden, ruilden. En zo is dat dan uitgegroeid tot een echte ruilbeurs, in dit geval een koopbeurs. De dag vooraf hebben de verkopers hun kleding gebracht en wij hebben per verkoper de kleding gemarkeerd. Zodanig dat wij ook nog kunnen herkennen als het kledingstuk verkocht is van wie dat is. De verkoper zelf mag er een prijs op plakken. Het gaat dus om de betere kleding. In goede staat zijn, niet versleten en bij voorkeur van een goede kwaliteit. Aan het einde van het event gaan we de winkel sluiten en dan gaan we een saldo opmaken van de verkochte stukken. De verkopers of de mensen die kleding gebracht hebben waarvan de kleding verkocht is, die krijgen 75% van de verkoopprijs. 25% gaat naar onze onkosten en naar de werking. De kleding die niet teruggevraagd wordt, die schenken we aan het vrouwenadviescentrum of aan de kringloop. Dus het is de bedoeling om een sociaal initiatief, ecologisch initiatief in het leven te roepen. Dus vandaag is de enige verkoopdag, maar vermits wij zo'n succes hebben, verwachten wij binnen een aantal maanden opnieuw een swishing event te organiseren. En wij verwittigen onze klanten dan dat dit event opnieuw georganiseerd wordt. Okay.